Bij Van Keulen Auto's in Veldhoven zijn vandaag een stuk of 100 auto's weggesleept. Het is een handhavingsactie van de gemeente. In 2012 werden er al meerdere overtredingen vastgesteld bij het bedrijf. Auto's stonden bijvoorbeeld op verkeerde plekken geparkeerd. Ook stonden er veel autovrakken op het terrein en dat is niet toegestaan. Meerdere afspraken zijn niet nagekomen door het bedrijf. En een dwangsom had ook geen effect. Dus heeft de gemeente Veldhoven de sleepactie in gang gezet. De auto's worden gesloopt of opgeslagen door de gemeente Veldhoven.